Deelnemers, start vrij. We gaan besluiten, dames en heren, met de negende koers. CEA, de grote groepprijs. De negen paarden die gaan zo langzamerhand de startauto opzoeken. Ik hoop dat u genoten heeft van een prachtige koersdag hier in de Alkmaar Zieturf Arena. Klein beetje geduld voor de volgende. Maar dan zit er wel een hele mooie aan te komen hoor. 4,5 kilometer. Een dag die u nu alvast in de agenda zou moeten zetten. Want dat belooft een spektakelstuk te worden waar u tegen zegt. Dit was lekker warm draaien met een mooie Pinkstermeeting. En die komt zo dadelijk tot zijn eind. Als we weten wie de CEA de Grootgroepprijs gaat winnen. De auto is met de paarden op circa 100 meter van het startpunt. 50 meter nog. Startgevallen, 18 september is de volgende meeting en we gaan met Lincoln Transair op weg naar de eerste bocht. Tweede plaats voor Kiss Me Quick en Lincoln Transair die troeft dus eigenlijk Ipsum Boco af, dat is knap. Daarachter volgt dan een goede start aan de binnenkant voor Caroline Albers en haar nummer 7 Juliette. Door de bocht gaan de paarden en alle paarden die redden zich daar prima. Alle paarden in de juiste cadans. En we zijn aan de overkant van de baan met Lincoln Transair aan kop van het veld. Ja, het is natuurlijk die Niels van der Tol die graag weer de stand gelijk wil trekken met Jimmy Veldman. 4-3 in het voordeel van Jim. En dan hebben we het over de titel bij de leerlingen. En aan de buitenzijde een onvoordelig parcours voor Ipsum Boco. En die gaat ook de leiding niet krijgen. Over onvoordelige parcoursen gesproken. Daar kan Kees Sijp ook wat van. Guvo Greenwood die zit daar al de hele weg in het derde spoor. En die probeert zijn positie te verbeteren. Maar dat valt niet mee. Paarden komen weer in de rechte lijn voor de tribune met aan kop van het veld nog altijd die Lincoln Transair. Aan de buitenzijde Ipsum Boco. Drie dik dus die Guvo Greenwood. Dan is het Koen en Klasbak. Die ligt er mooi bij. Met aan de binnenzijde Kiss Me Quick. Daarachter dan Gerson Boco. En achter Gerson Boco is het Juliette die nu toch wat naar achter is gegaan. Achter Juliette aansluiting voor Iowa River. En datzelfde geldt voor het paard van Tom Kooijman. En dat is Jordi Grauw. Paarden gaan op weg naar de overkant van de baan. Met eigenlijk nog dezelfde situatie waarbij Lincoln Transair het veld de weg wijst. Heeft nog altijd die neklengte voorsprong op Ipsum Boco. Daarachter eigenlijk in een zetel zou je zeggen Koen en Klasbak. Maar pas op voor Guvo Greenwood. Want soms heeft hij van die koersen dat hij gewoon doorloopt zo. En achter deze Guvo Greenwood zien we dan aan de binnenzijde nog Juliette. Die wordt voorafgegaan door Kiss Me Quick. Deelnemers komen in de rechte lijn. En straks gaat het spel op de wagen. We gaan straks langs de rechter met nog een ronde te gaan. En het is Lincoln Transair. Die nog altijd de leiding handhaaft ten opzichte van Ipsum Boco. Lincoln Transair, Ipsum Boco. Kijk hoe makkelijk Koen en Klasbak meegaat. Maar ja, hij moet het vandaag wel een keer vanuit het veld doen. Iets wat er misschien iets minder ligt dan van kop af. Maar we gaan het zien en beleven. En daarachter volgt dan aan de binnenzijde Kiss Me Quick, Juliette. En nu valt hij wat terug aan de buitenkant. Die Guvo Greenwood komt ook vrij. Paard nummer 8, Gerson Boco. En we gaan op weg naar de overkant van de baan. En daar gooit Niels van der Tol het hoogteroer uit. Achter die Lincoln Transair. En die heeft inmiddels een gat geslagen van een lengte of 2,5 op de concurrentie. Waarbij Ipsum Boco als eerste moet passen. Kiss Me Quick, een gigant van een outsider met Marco Spin, die loopt naar die koploper toe. En aan de buitenzijde komt daar naar voren Koen en Klasbak. Wat een mooie eindstrijd tussen die twee leerlingen die hier een geweldig strijden om die titel. Maar het is Niels van der Tol, die heeft voor ons nog de leiding. Daarachter dan aan de buitenzijde Koen en Klasbak en aan de binnenkant wil Spin er wel uit met zijn Kiss Me Quick en die komt er nu ook uit. Maar dat is waarschijnlijk aan de late kant, want deze is voor Niels van der Tol en het is weer 4-4. De 2 wint voor de 1, dan de 4 en de 7 en dat is voorlopig. Mooie strijd hoor bij die mannen, maar het is een hele knappe. Want Lincoln Transair, nou, die gold nou niet 1, 2, 3 als een van de favorieten.